ik zie wat er op het sentiment van mensen wordt ingespeeld. Nou ja, ik zie dat met allerlei klachten de wethouder ineens de superdokter gaat worden... die eigenlijk weet hoe het moet en daar jammer genoeg gewone dokters voor nodig heeft. Nou, naast u zit een oud-huisarts, tegenwoordig in de politiek voor de SP, Henk van Gerven. Ja. Gaat de politiek een beetje op de stoel van de artsen zitten tegenwoordig? Nou, ik denk dat daar zit iets in. We hebben het vandaag over openheid. We zien dat er overal lijsten moeten worden gepresenteerd. Mm-hmm. Prestatieindicatoren van ziekenhuizen. Doen we het goed of doen we het niet goed? Terwijl eigenlijk de kwaliteit heel moeilijk te meten is. Dus voor de bühne moeten die lijsten gemaakt worden, zodat de patiënt kan kiezen. Ja. Zo wordt het dan gedacht, terwijl het eigenlijk gewoon wetenschappelijk broddelwerk is. En het is dan echt voor de bühne. En ook, het is een misvatting ook om te denken dat patiënten eigenlijk consumenten zijn. Kijk, patiënten zijn vaak heel erg onzeker en angstig. En die hebben heel veel belang bij een dokter of een verpleegkundige die hen goed terzijde staat. En allemaal lijstjes en prestatiedingen, dat maakt juist onzeker. Ik heb vandaag nog weer eens gekeken. En ik word echt helemaal gekker van die lijsten. Ja. Sint-Jef Vogeler, wat moet ik er toch mee? En dan komt de Consumentenbond straks ook nog met een hele nieuwe site. Ja, nou, ik kan me heel goed de reactie voorstellen. Aan de andere kant, wat consumenten heel duidelijk hebben, is dat het toch wel pijn doet op het moment dat artsen wel weten waar je 2 keer zo snel kan overlijden in het ene ziekenhuis ten gevolge van dezelfde behandeling als in het andere ziekenhuis. En dat wordt er niet verteld dan? En dat wordt niet verteld. Daarvan wordt wel gezegd, ja, we hebben de registraties, we weten dat het daar niet goed gaat, we weten dat daar veel risico's worden gelopen. We weten ook onder welke grens er zeer veel risico wordt gelopen. Maar meneer Kremer zegt, wij zijn heel open naar patiënten toe. Maar van hele grote stappen nu al. Blunderende artsen en verschillen tussen ziekenhuizen. Ja, ik ben ook ex-huisarts, dus ik ben het helemaal met mijn buurman wat dat betreft eens. We hebben het over een heel klein aantal dysfunctionerende dokters, die blunderen inderdaad en die moet je eruit pikken. Maar dat vinden de dokters en ziekenhuizen zelf ook. Maar die hele grote categorie daaronder, die inderdaad, daar gaat wel eens was mis. En voor transparantie, openheid, dat willen de dokters zelf. Daar hebben ze zelf allerlei instituten voor in het werk gesteld. En dokters weten van elkaar als geen ander, dat hebben jullie zelf ook in de gaten, van waar het goed gaat, niet goed gaat. Heeft u het idee, mevrouw Vogeler, dat artsen nou, wel die transparantie willen? En dat artsen bereid zijn om openheid te geven? Het is niet onze ervaring. Maar je hebt hele goede voorbeelden waar het wel kan. En dat het ook heel goed werkt. Nou, een voorbeeld is inderdaad in het Radboud, waar je inderdaad ziet dat openheid werkt en openheid. Maar voor de rest, is het, volgens het bewust dat ze het maar niet doen? Ik denk dat er veel watergeest is. En wat ook zo is, het is natuurlijk, het bouwt niet aan het vertrouwen. Als aan de ene kant bijvoorbeeld chirurgen zeggen van ja, wij weten het wel, maar we vertellen het nog niet. Dat is een doofpotcultuur. Dan geef je inderdaad wel iets van, hé, maar wat had ik dan moeten weten? En zijn er helemaal geen indicatoren die iets zeggen over wat je mag verwachten van een bepaalde behandeling? Ja. Ik denk het wel. Wat daarbij helpt is als een arts ook aangeeft, bij u betekent het dat er deze risico's ook bij kunnen komen. Ja, dat wordt niet altijd verteld. Frits Groot heeft dat ervaren met mevrouw Willy, die er ook bij is. U heeft hele nare ervaring gehad bij de behandeling van uw vrouw, een operatie. Kunt u kort vertellen wat er met Willy is gebeurd? Ja, dat kan ik vertellen. Dus in april 2006 is mijn vrouw 's morgens naar het ziekenhuis gegaan voor een dagopname. Het verwijderen van een kiste op een eierstok. Dat is met een kijkoperatie gedaan. Dat is tijdens de eerste operatie is er al heel veel misgegaan. De eerste naald die werd direct in de buik gestoken. De tweede naald werd verkeerd gestoken en de kijkoperatie werd gestart en die is later doorgestoken. In de loop van de dag werd mijn vrouw erg ziek. Het ging niet goed. Ik had al een vermoeden dat ze in een shock zou gaan. Het ziekenhuis meldde in eerste instantie dat ze lekker naar huis moest gaan. Onder de dekens moest kruipen, want ja, na zo'n operatie ben je niet lekker. Mm. We hebben dat tegengehouden, gelukkig. En om 4 uur is voor de eerste keer een gynaecoloog bijgekomen. Er zat een hele bloedbel aan de zijkant. Die zei, ja, dat kan tussen de buikwand en het buikvlies gebeurd zijn. 'S avonds om 7 uur, toen was mijn vrouw echt heel slecht. Toen is hij teruggekomen, is een echo genomen. Toen bleek dat de buik vol met bloed zat. 'S avonds om 9:30 is er een tweede operatie gestart. Dat is weer gebeurd door de gynaecologen. Daar kwam men erachter dat dan een slagadelijke bloeding er was. En dit is nu 4 jaar geleden, dat geloof ik. Hè? Vijf jaar geleden. En nog steeds bent u niet beter? Nee, nog steeds ziek. Dat was nog maar het begin, want tijdens die tweede operatie heeft een artsassistent meegeoordeeld dat er een darmvlies afgescheurd was. Dat was bij de dunne darm, het meest vaatrijke gebied. En ja, dat zit ver buiten het operatiegebied.
Mag ik u dan vragen, als u nou meer had geweten bijvoorbeeld over een ziekenhuis of over een arts, had u dan het idee dit had voorkomen kunnen worden? Ja, absoluut. Ja. Ja, hier hebben mensen echt de taak verzaakt. Dat is, dit was het begin van de ellende, want er is namelijk, de artsassistent heeft geoordeeld dat er gehecht moest worden. De gynaecoloog heeft het gehecht, want de achterwacht wilde niet komen. Is dit, Henk van Gerven, wat u betreft iets wat dus bekend moet worden, wat mensen moeten weten? Ja, ik heb een wetsvoorstel ingediend voor een openbaar register. Dus dat duidelijk is dat artsen en verpleegkundigen geregistreerd zijn. En ook gekwalificeerd. Maar ook als er een keer iets mis is gegaan, dat dat ook genoteerd wordt. En dan gaat het over berispingen, waarschuwingen en schorsingen. Maar daarbij vind ik wel dat er ook een uitspraak geweest moet zijn van het tuchtcollege. Zodat ook eens duidelijk komen vast te staan wat er precies is fout gegaan. Ja. En dat mensen die zo'n register raadplegen ook het goed kunnen beoordelen. Want wat is dan het grote verschil met het consumentenbond? Want u zat net af te geven op lijstjes en zo. Ja, maar u pleit voor een register. Nou, dat gaat over de kwaliteit. Een voorbeeld, als ik kijk over de behandeling van borstkanker, heeft de CZ, een verzekeraar, heeft een lijst gegeven van dit zijn de goede ziekenhuizen waar u terecht kunt. Mm-hmm. Maar de borstkankervereniging heeft ook een lijst gegeven. En wat blijkt? Het ziekenhuis in Dokkum. In het ene lijst krijgen ze een lintje. En in het andere lijstje moet u daar beslist niet naartoe gaan. Om het nog erger maken zijn 109 indicatoren alleen voor borstkanker. Dat tekent de idiotie er al van aan. Dus de kwaliteit deugt eigenlijk niet. En daar zie je ook aan dat de zorgverzekeraar of de consumentenbond eigenlijk op de stoel van de dokter gaat zitten. Terwijl de dokter en de verpleegkundige, dat zijn degenen die de kwaliteit moeten bepalen. En in uw plan zegt u zijn het uitspraken van het Medisch Tuchtcollege. En is dus bewezen en dan mag je wel. En dan moet je wel dingen noemen. Mag je wel twee dingen. Dat vraag ik me af of de dokter alleen de kwaliteit mag bepalen. Want ik denk dat de patiënt ook wel een hele belangrijke rol kan spelen. En ik vind het wel heel interessant hoe nou eigenlijk dat gevoel van dat alles openbaar moet worden, waar dat vandaan komt. En volgens mij komt het toch uit een soort gevoel van wantrouwen. En dat wantrouwen komt misschien ook wel voort uit het feit dat wij als artsen en verpleegkundigen die patiënt misschien niet helemaal genoeg betrekken bij die zorg. Wij zien die patiënt eigenlijk als een ding dat door ons beter gemaakt moet worden. En dat vooral zelf niet te veel moet meedenken. Hoe heeft u dat ervaren, mevrouw Jonker? Want u bent zelf aan borstkanker behandeld. Nou, ja. Dan ging het net over al die...